Hallo iedereen en welkom bij een nieuw deel van Resident Evil 4 op Dus David Games. Zoals jullie zien, we zijn terug na 2 weken stil te hebben gestaan bij dit gedeelte hier, bij dit huis. Even kijken waar dat wij precies zijn. De village nog altijd. Yup. Even kijken of herladen is. Alles herladen. Yup. Ik moet wel zeggen, vanaf nu weet ik eigenlijk niet meer precies waar ik ben. Het is zo, in het begin van de game wist ik altijd wel waar dat ik precies zat. En, oh. Ja, wat een start weer, hè. Godverdikke, hebben we daarom meteen een gast met een kettingzaag, ja? Domme toch. Oh. Voilà. En die gast heeft mij nu ook al gezien, tuurlijk. Even inzoomen. Oeh. Niet gooien, meneer. Stout, meneer. Terugtrekken. Handgun? Nee. Nu nog niet. Oelala. Ach, loser. Echt serieus. Hier. Oh. Ja, ik ga toch even gebruik maken van mijn handgun. Ja, eentje te veel, maar zwart, dat maakt niet zoveel uit. Altijd de shotgun gebruiken voor die gast met de kettingzaag. Altijd. Voilà. Ik ga hem binnen laten komen. Ik denk dat dat het verstandigst is. Oh, zo. Ja, ook goed. Kom. En nu afmaken deze... Nog niet. Hier, nog eentje. Hopla. Ach, hij is nog niet dood, alsjeblieft zeg. Het woord dood kent je dan wel, vent. Hier, ja, eindelijk. Jongens. Swat, we zijn er weer aan begonnen. Ik zei al, 2 weken rust. Nu ja, rust. Studies hebben ervoor gezorgd dat er vorige week geen video was. Maar ik heb gehoord dat er wel meerdere gastrollen niet waren verschenen op Dus David Games door de first look. Dus zo'n ramp is dat nu ook weer niet. Alles herladen. Zoals ik al zei, ik weet dus totaal niet waar ik ben, waar dat er ook savepunten zullen zijn en dergelijke, dus het kan even goed zijn dat dit een lange video is, het kan even goed zijn dat dit een korte video is. Maar wat ik wel zeker weet is dat deze gast hier binnen de kortste keren zal doodgaan. Door de bal, Valazi. En madame daar, ja, goeiedag. Ach jong, ey. Het is wel de bedoeling dat je in je kop wordt geschoten en dan wordt getrapt. Voilà. Heb je het script niet gelezen ofzo? En ook in uw bal, ook al heb je er geen. Voilà. Zo. Oh, en dan nog niks geven ook qua voorwerpen. Oh ja, trouwens. Vergeet niet, vogelnesten hebben iets in zich. Een juweeltje bijvoorbeeld. Spinel. Nice. Ah, een doos. Met een red herb, fantastisch. Want die kunnen we natuurlijk combineren met die groene. Heb ik eigenlijk al eens uitgelegd wat het effect is van zo'n rode herb en een groene herb en dergelijke? Ik weet het eigenlijk niet. Oh, kijk daar, een kwartet. Fantastisch, een kwartet. Ze zijn net met genoeg om te kaarten. Kom. Inzoomen met mijn toetsenbord. En eens goed gaan richten. Wie zou ik eerst nemen? Dat wijf met haar belachelijk kapje. Een gast met een bruin petje. Een gast met een groen petje. Of de kaalkop. Nou, ik hou niet van kaalkop, dus... Voilà. Volgende. Dat meende niet. Ah, toch nog iemand die het door heeft dat ik er ben. En die gast dus nog altijd niet. Allee, plezant. En mevrouw ook nog niet. Oké, voilà. Oh, wat een leuke bedoeling toch daar. Het kaartspelletje was snel aflopen. En ik kreeg allemaal rifle bullets terug. Ik heb niks verloren eigenlijk. 4 keer geschoten. En ik krijg er 4 terug. Ik keer nu even terug ook. Gewoon omwille van het feit dat ik hier ook nog een vogelnest heb gezien. Voilà. Oh nee, gemeen het man. TMP ammo. Ik heb niet eens een TMP. Wat ben ik daar nu mee?
Ja, swat, dat is iets wat we gaan kunnen verkopen bij de verkoper. Open. Verrassingen zouden er voor mij ook zijn nu. In het begin van de game was dat natuurlijk niet echt zo het geval. Doordat ik altijd wel wist wat er ging gebeuren. Nu is dat al wat moeilijker. Even kijken of ik mannen kan neerschieten. Ah, shit. Ja, ja, ja. B, meneer. Ach, jongens toch. Hier. Oh, ja, ja. Meneer, oh. Holy hell, zeg. Even opletten, toch. Man, 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 dat was al 3 keer heel erg close, denk ik. En dat wijf gaat daar een mes gooien, denk ik. Dus, ja, ja. We zitten meteen terug in de actie. En nu daar weer. Kom, blijf maar van achter. Ai, ai. Hoe ga ik dit aanpakken? Zo. Oh. Zo. Wegrennen. En nu van hieruit een granaatje gooien. Dat lijkt mij ook wel eens plezant. Alsjeblieft. Voilà. Granaten hebben wel eens effect als je ze deftig gooit. Even alles pakken wat ze achterlaten. Voilà. Nee. Niet gooien met een handgranaat als er iemand in de buurt staat. Heb ik nog veel shotgun bullets? Poeh, 15. Nou. Alles herladen als je tijd hebt, dat weten jullie inmiddels wel. Ondertussen hier kijken, aha. 3 shotgun shells erbij, flash grenade. Flash grenades ga ik houden voor later, want jullie zullen wel zien waarom. Nu, jullie horen nog altijd muziek. Betekent natuurlijk dat er nog altijd gasten in de buurt zijn. Zoals daar. Ze mogen daar dan gewoon staan. Toch zijn ze er. Dat vind ik niet leuk. Dus ja. Daarom. Dat. En er is nog één. Maar waar? Oh, daar. Het is niet waar. Oeh, zag ik aan. Boom, voilà. Laat hij iets liggen? Nee. Jammer. En de muziek is afgelopen. Goed. Ik denk dat het niet echt nuttig is om nog te kijken naar voorwerpen in dit gedeelte. Misschien nog eens in die toren kijken, maar ik betwijfel het. Het enige wat ze doen is gewoon respawnen. Maar voor de rest, ja, voorwerpen, dat kennen ze blijkbaar niet. Nope. Jammer. Waar moet ik eigenlijk naartoe? Ah, wacht, die kerk in, tuurlijk. Ik heb nu die sleutel. Dus dan is het handig dat ik hier binnen ga. Open, ja. Och, je meent het. Een savepunt, nu al. Oh, wat een verrassing. Nou, zou ik echt nu al ophouden met deze video? Een zeer lange video gaat het dan ook weer niet geworden zijn. Ik ga wel snel eens kijken of er hier nog iets is. Oh. En nog meer TMP-ammo. Uiteraard. Uiteraard. Nu, ik ga hier even saven. Ik ga nu even snel verder kijken wat er daar nu nog is. En als ik zie dat het iets interessants is, ga ik het laten voor de volgende keer. Dus, jump down. Dank u wel. Even kijken. Ja. Oh, wacht. Altijd in die gaatjes kijken. Soms ligt er wel iets in. Deze keer gewoon een kaars, maar je weet maar nooit. Oh, een doos. Daar is kijken. Ah, shotgun shells. Nice. Ah, verkoper. Fantastisch.
might interest you. Ja, toon eens je kogels, man. In je zakken. Got a selection of good things up. Ja, het is goed, jong. Ah ja, Blue Medallions. Die moeten we nog altijd allemaal proberen zien te pakken te krijgen. Wat kan er hier nog weg? Die spinels. Die mogen weg. Ruby mag weg. Elegant Mask mag weg. First Aid Spray niet. Nee. Zo. Buying the stock? Nee, de TMP koop ik niet. Of toch voorlopig niet. Ik ben er geen fan van, zoals jullie wel weten. TMP kan ik wel upgraden. Handgun. Reload speed. Firepower ga ik wel upgraden. Firing. Wat? Ik ga eerst bij de shotgun kijken. Firepower. Thank you. Rifle firepower. Ja. En hier nog firing speed of reload speed? Firing speed. Ja, dat is goed. Hier hou ik het bij, denk ik. Ja. Want als ik hier doorga... Ik weet eigenlijk niet wat er hier is. Ja, kijk. Doordat het groene tekst is, ga ik bij een totaal nieuw gedeelte komen dan. En ik heb nog geen goesting daarin om dat in een nieuwe video te doen. Want dan wordt dit waarschijnlijk wel een video van, laten we zeggen, een half uur of zo. En dat is ook niet echt fijn om naar te kijken. Dus dat ga ik houden voor volgende week. Ik weet het, het was een video die niet al te veel om handen had. Wel enkele leuke dingen gezien, hè. Goed verschoten op bepaalde momenten. Maar echt veel actie was er niet bij deze keer. Maar goed, ja, het is nog altijd Resident Evil, hè. Het gaat niet enkel om de actie, soms ook gewoon om het verkennen. Hè? Monsters, of beter gezegd Spanjaarden, tegenkomen. En verschieten ervan. Dus ik zou zeggen, tot volgende week. Vergeet niet dat groen duimpje te geven. Altijd fijn. En nog een kleine aankondiging. In de beschrijving staat ook de link van mijn gamekanaal. Nu, die stond er afgelopen weken ook. Maar vanaf deze week gaan er voor de eerste keer video's opkomen. Geweldig, niet? Check die video, of check dat kanaal ook eens. En dan zie ik jullie ook heel graag op mijn kanaal terug. Maar ook dus hier, op Dus David Games, volgende week. Met een nieuw deel van Resident Evil 4. Ciao, adios.